We staan hier bij Henry van Warrooy, trainer van Boskant. De eerste wedstrijd zit erop. Wat is je gevoel na deze eerste wedstrijd? Ik denk met elk team dat we gewoon de wedstrijd erop hebben zitten, dat we bezig zijn geweest. Een wedstrijd is toch weer iets anders dan een training. En ja, het is gewoon een leuk initiatief, de mooie rode schaal en het toernooi. Maar ja, ik denk wel voor alle trainers is de belasting in 2 dagen achter elkaar te veel. En ik denk dat we het ook als trainers moeten evalueren, dat we gewoon een win-win situatie moeten creëren. En je ziet het niveau op de laatste 10, 20 minuten, dan gaat dat gewoon heel erg omlaag. En dan zul je morgen nog meer, want mannen gaan nou allemaal terecht allemaal een goede potje bier pakken. En doe je morgen, ga je dat voelen. Zijn er veranderingen in de selectie ten opzichte van vorig jaar? Ja, we hebben eigenlijk alleen Erwin is weg en daar hebben we Tom van der Rijden, nieuwe keeper, erbij gekregen. En verder rest is er eigenlijk niks veranderd, maar we hebben gewoon een goede selectie. En van daaruit hopen dat we de doelstelling van dit seizoen weer met de eerste 3 eindigen. En van daaruit voor elke prijs mee te doen om dat te behalen. Ja, jullie hebben vorig jaar een goed seizoen gedraaid. Heel goed eigenlijk. Ik denk dat we het kunnen verbeteren. Ja, verbeteren is dan kampioen worden. Maar ik denk wel dat onze klasse sterker is geworden als vorig seizoen. Met Nijnsel erbij, SJS, Juliane Mil en Erpinia. Dus die wordt zo wat sterker. Wel uitdagender, denk ik. Dus iedereen kan van elkaar winnen. En ik denk, wij moeten niet voor een uitdaging uit de weg gaan. Maar ik ga niet zeggen dat wij kampioen gaan worden. Maar als het gewoon klopt en weinig bestuurs net vorig jaar en schorsingen, dan moeten wij gewoon mee kunnen doen. Een talentvolle groep heb je. Ja, dat heb ik zeker. Met een goede wisseling van jeugd en wat ouderen. En ook een gezonde gedachte met de Boskant. Van, dan zie je ook op training gewoon super hard je best doen en van daaruit voetballen. En ik denk dat dat ook de basis is waar je prestaties kunt halen.